Dames en heren, het is een heel bijzonder voorrecht hier te staan met zo ontzettend veel vrienden. Allemaal mensen die je kent van heel lang geleden en van recent. Ook met allemaal mensen waar je les van hebt gehad op verschillende manieren. Dat is een voorrecht, een speciale voorrecht. Met dank aan de jury, aan de Humanistisch Verbond, dat ik hier mag staan. In de zaal, in het land, zijn heel veel mensen die mij bijles hebben gegeven. Over de dingen waar ik dan nou mag praten en waar ik mee bezig mag zijn. En dat is een buitengewoon gevoel. Die mensen die mij bijles gaven waren gewone burgers, frontlijnwerkers noemen we het ook wel. Mensen die huismeester zijn van wooncorporaties en buurtagenten. En als je bij die mensen ging luisteren en met ze ging praten, ook ambtenaren, ook politici in Drenthe en in Den Haag ook zelfs. Dat zijn voor mij, dat klinkt heel gek, de echte helden. En als ik hier mag staan, dan doe ik dat omdat ik het heerlijk vind dat ik ons verhaal mag vertellen. Het verhaal dat ik van hen leerde en wat je mag doorvertellen. En proberen de verbinding te maken. Wat ik wil doen vandaag is eigenlijk daar een soort verslag van doen. Ooit kwam ik op Vrom. Ruud Lubbers weet het nog, ik kwam op Vrom en ik wist niks. En toen Ed Nijpels mij 4 jaar later opvolgde, zei hij, denk je dat ik dit kan? Ik zeg, Ed, het is reuze makkelijk. Als je op milieu komt, dan krijg je een klap van de molen. En dat is een uitdrukking die we in Nederland hebben. Die klap van de molen herstel je nooit meer van. Dit zijn solide klappen. En dan ben je een veranderd mens. En als je eenmaal een veranderd mens bent, dan besef je, als je op natuur hebt gezeten, als je op milieu hebt gezeten, zoals ik mocht doen, dat je een verantwoordelijkheid hebt in die wereld. Dat je daar dingen in kan doen, ook de weg moet mee willen wijzen, ook die verantwoordelijkheid moet weer willen invullen. Later begon ik te leren, en toen was ik al bij natuurmonumenten geweest, ook veel mensen hier, en al die dingen bijgeleerd. Toen begon ik te merken, met die klimaatverandering, dat was buitengewoon ingewikkeld. Maar de andere problemen, natuur en milieu, waren een beetje rijke luisproblemen. Als je de schroef maar een klein beetje terugdraaide, dan was het eigenlijk probleem opgelost. En dan ging de maatschappij niet failliet aan, maar het klimaat was dat niet. En toen begon je te merken dat voor echte moeilijke problemen, daar wordt het vaak armoe, en dan wordt het vaak de sociale pijler van de duurzaamheid. Dus straks werd al verteld, de 3 pijlers van duurzaamheid. Nou, de sociale pijler is eigenlijk de wankele pijler van die duurzaamheid. Nou, dat heb je natuurlijk, begin je te denken, ontwikkelingslanden. En toen bleek, toen ik 9 jaar geleden ophield bij McKinsey, toen bleek eigenlijk dat in Nederland ook gammele poten waren daar. Dat is een beetje gekomen dat die kerk was teruggedrongen, die was niet meer diezelfde rol, die vakbonden niet dezelfde rol meer. En er was niks voor teruggekomen. Weinig. En dan is het een voorrecht als je dan, zoals ik, in die wetenschappelijk raad regeringsbeleid mag komen en je daar 9 jaar op mag storten. Dat hebben we gedaan met teams en dat was een buitengewoon mooie ervaring. We gingen het land in en we stelden mensen eigenlijk 1 vraag. Waar word je 's nachts om 3 uur wakker van? 3 dingen, niet meer, anders kun je het niet onthouden. Positief dat je denkt, ik wou dat 7 uur was, dan mag ik weer. Negatief dat je denkt, ik wou dat nooit 7 uur werd, want dan moet ik weer. En ik heb geen idee hoe ik het moet oplossen. En dan keken ze je aan en zeiden ze, moet beginnen, ik zei, het zal me doen, want anders zitten hier met z'n tweeën. En dan gingen ze praten. Ik kan praten als een gieter. Bij die interviews doen we niks. We zeggen alleen, geef ze een voorbeeld, vertel eens, wat bedoel je? En dan praten ze en dan vertellen ze wat hun verhaal is. Hoe ze de hoeken proberen af te snijden om toch een probleem op te lossen. Want die mensen zijn allemaal bezig met diezelfde problemen waar wij ook mee bezig zijn. Alleen, zij zitten in de werkelijkheid en kijken dan wat er kan. Of wat er eigenlijk niet kan, maar toch kan, als je het maar even een beetje handig doet. En dat was het verhaal waar je, als je dat kon verbinden, dat was het idee, als je die dingen aan elkaar kon knopen, dan krijg je misschien wel een groot verhaal. En dat is misschien het verhaal waar wij allemaal om 3 uur 's nachts wakker moeten liggen. Dat was het idee. Nou, laat ik een paar van die verhaaltjes vertellen. En een beetje aangeven waar dat grote verhaal dan zit, naar mijn gevoel. Wij begonnen met vertrouwen in de buurt. En een jaar 5, 6 geleden was er een politieman. En die wilde met mij praten. En oké, ik wist niks. We hebben in een café een afspraak gemaakt. En hij zit daar en hij zegt, een beetje kennis gemaakt. En hij zegt, ja, ik dacht ik alles gezien had. 20 jaar politie, ik dacht ik alles gezien had. Ik zit de laatste tijd hier in Rotterdam op Noord, in Krooswijk. En criminaliteit, Marokkanen, Turken, Nederlanders. Ik dacht ik alles gezien had. En toen kwam ik op Zuid. Zoals, hij zegt, 3 kinderen en geen speelgoed. En dat is de kortste definitie die ik ooit van ontwricht gezin gehoord heb. 3 kinderen en geen speelgoed. Hij kwam in huishoudens, vertelde hij. Huishouden, nou ja, alleenstaande moeder, 19 jaar, 3 kinderen, verschillende vaders.
Niemand in huis van die vaders. Kale grond, dus geen gordijnen, geen niks. Ton op in de gang. Schimmel op de muur. Ik had denk schimmel op de muur, dat heb ik die forte ook wel eens gezien van Hollandse Waterlinie. En dan zegt hij, en dan loopt er een jongetje rond, in zijn blote piemel, zegt hij, 2,5 jaar. En doet een plas op de grond. En die moeder heeft een emmertje staan zonder water, met een lapje, en dan veegt het op, zegt niks. Half uur later doet hij het weer. En hij zegt, over 10 jaar zijn dat mijn klanten, zegt hij. En dat weet ik nou al. En hij vond dat hij dat mij moest vertellen, want hij dacht, die zit dichter bij die hoge heren in Den Haag, en die kan ze daardoor vertellen, want ze zien ze niet. Deden we vertrouwen in de school, dat was het volgende onderzoek. En ik kom op, weer in Rotterdam, ik kom straks ook voor andere steden, maar Rotterdam op de moeilijkste school van Rotterdam, dicht bij het Ahoy. En vindt met enige moeite daar de deurbel, na 4, beetje niet zo makkelijk te vinden. Kom daar binnen en de directeur was een grote held in dat gebied. Ik bedoel dat letterlijk, hè? Ik zeg dat heel positief. 30 jaar leraar op die school, 10 jaar directeur. En die legt mij uit over die leerlingen. En wat voor problemen. Ze hebben de stapeling van problemen. En die hebben gebroken gezinnen, criminaliteit, drugs, moeder alcoholica, vader niet aanwezig, broer in het cachot, verkeerde vrienden, verkeerde huizen, verkeerde buurten. Schuldenlast van 15.000 euro op een 14e. Daar is ze zelf bij. Op dat moment hebben ze wel om mijn nek. En hij zit er met te praten en hij gaat steeds langzamer praten. En je ziet hem denken, zou hij het wel begrijpen? Dat was een goede vraag, want ik zat in mijn goede goed in zijn school. En je zag hem denken. En op een gegeven moment houdt hij op. En ik kijk me aan, hij zit op 1,5 meter afstand. Hij priemt zijn vinger ervoor. Hij zegt, die kinderen zijn dom, zegt hij. Ik schrik me dood. En ik denk, want dat was de held. En toen legde hij uit. Beleid wordt gemaakt door mensen met een IQ van 110, 120. Dan beledig je nooit iemand als je dat zegt. En het wordt gemaakt voor leerlingen met een IQ van 100, een gemiddelde leerling. En hij zegt, mijn leerlingen hebben gemiddeld een IQ van 85 en ik heb ze met een IQ van 70. Ze kunnen het niet. Ze kunnen het niet. En dat snappen ze op het stadhuis. En in Den Haag snappen dat niet, dat die leerlingen het niet kunnen. En die weten op leeftijd 12 dat ze het niet gaan halen. Niet gaan halen, dat weten de leraren ook. En dan hebben we om ze toch te bevorderen dat ze het wel halen, ze moeten een startkwalificatieplicht halen, dat is mbo 2, dat gaan ze niet halen. Hebben we een startkwalificatieplicht gemaakt, leerplicht tot 16, startkwalificatieplicht tot 18. En dan zitten ze op een bewaarschool van 12 tot 18 jaar. Dat weten zij en dat weten de leraren. En het is hopeloos, het is een ziekenhuisballetje. En dat snappen ze niet. Nou, dan zit je stilletjes bij. Dat is bijles. En aan het eind, dan valt er altijd zo stilte aan het eind, dan moet je niks zeggen. En hij zit na te denken en toen draait hij zich naar mij toe en hij zegt, weet je wat het eigenlijk is? Niemand houdt van ze. Dat was wrang. Dat was heel wrang. Niemand houdt van ze. We hadden ook lessen uit die andere wereld die minder hard was. Maar dit zijn harde lessen in een rijk land als Nederland. Rijk land als Nederland. Ik wist dat niet dat dit er was. Ik kwam van een andere planeet. In vertrouwen in de burgers en de lessen, dat doen we nou, minder wrang. Dat gaat over de politieke betrokkenheid, de betrokkenheid van mensen bij hun maatschappij. En kan die politiek en die ambtenaar, is er nou een kloof of niet? En kunnen we die mensen beter betrekken bij hun maatschappij, de burger? Hè? Kan je die serieus nemen? Dat is minder wrang, maar wel zorgpunten. We waren hier in de Watergraafsmeer, daar woont mijn zoon Gijs. En die, zijn benedenbuurvrouw had 10 jaar strijd geleverd tegen de deelgemeente. Ze hadden namelijk een school. Plein, dus plein voor de school, dat was een gemeentelijk plein, dat werd altijd gevoetbald, dat was van de jongens, zoals dat heet. En dat was een plan ontstaan bij de deelgemeente en de school om dat te bebouwen. Na 10 jaar strijd, 2 keer Raad van State, advocaat erbij, hadden de buurtbewoners het gewonnen, met mevrouw Keller op kop. En ik ging mevrouw Keller interviewen, dan zit je daar gezellig aan de tafel, en die zegt, aan het eind stelden we de Sinterklaasvraag, je mag 1 ding vragen, wat moet er nou echt anders om dit probleem waar jullie mee gezeten hebben, de volgende keer niet te hebben. En toen zei ze, moest eerst nadenken, toen zegt ze, wat zou nou de ene wens zijn, zei ik. Zegt dat ze hun brieven beantwoorden. En ook die van de advocaat, dat was de mooiste toevoeging, mensen. Kijk, dat ze de brieven van een eenvoudige burger niet beantwoorden, kan me voorstellen, maar dat ze van een gestudeerd type als een advocaat de brieven niet beantwoorden. Dat was de grootste wens, na 10 jaar strijd. Vind je het gek? We waren in een provinciestad.
winkeliers in een herstructureringsbuurt. Ik weet niet of je wel eens een herstructureringsbuurt gezien hebt, maar dat was als je een rij winkels, zo, twee kanten van een lange straat. En daarachter was hij kaal, dat was kaalgeslagen. Dat was, alle huizen waren weg. En er waren een paar, we liepen er samen doorheen. Jona, mijn teamgenoot en ik liepen er samen doorheen. En we hadden precies dezelfde reactie, vertelden we later. Er waren een paar van die winkelpanden waren verwijderd. Dat waren niet zo'n beste. Het zag eruit als zo'n gebit, waar, weet je wel, wat je fietsenstalling noemt, is zo'n gebit. Echt een gebit in totaal verval. En daar stond dus zo'n straat, zo'n winkelstraat, die vroeger een trotse winkelstraat was. Het was de straat waar Sinterklaas zijn optocht begon. Dat is de belangrijke straat, hè? Maar ja, het was buiten de city. Alle provinciesteden hebben een city. En ze hadden dus een plan gemaakt in de gemeente, iedereen betrokken en zo. En er zou dan in het midden van de straat zou een winkelcentrum komen met een supermarkt, een parkeerruimte. En toen waren de winkeliers op de zijkant van de straat, een schoenenzaak, een bakkerszaak en een wijnhandel. Derde generatie, alle drie, derde generatie ondernemers. Die zeiden, ja maar, en wij dan? Ze zeiden, ja dat is waar. Dus er werd serieus met elkaar gepraat en toen komt het plan naar buiten en daar staat in het plan, die winkels werden gedoogd. En toen zei die bakkersmevrouw, die zei, de bakster, die zei, weet je wat dat met je doet als je wordt gedoogd, als je ondernemer bent? Koffieshops worden gedoogd, maar niet een bakkerswinkel, een bakkerszaak, die wordt niet gedoogd. En toen was ze in elk plan stond dat ze gedoogd werden. En toen zegt ze, echt niet hè, dan kennen ze me niet, dat gaat niet gebeuren. En eigenlijk trilde je mee, je ging meteen PVV stemmen om het zo maar eens te zeggen. Je moet niet lachen, want het is helemaal niet leuk zulke dingen. Er waren ook vreugdevolle momenten, moet ik zeggen. We waren op de moeilijkste school van Amsterdam, dat was mooi. En dat is een school waar 80% jeugdgevangenis heeft. 165 leerlingen, heel bijzondere school. En dan zegt een van die leraren, dat was prachtig, zegt over een meisje, dat kind is sterk joh, zegt hij. Ze heeft een linkse hoek, daar slaat ze alle jongens mee tegen de vlakte. En toen zegt de andere leraar daarnaast, en ze is rechts. We waren op een inspraakavond waar een ontwerper, die ging vertellen wat er moest gebeuren. En die zegt tegen de buurtbewoners, mensen, jullie moeten, kijk, de inspraak is heel belangrijk. Jullie moeten dat alleen als het over de esthetiek gaat en de tijdsbestendigheid, ging echt zo, dan moet je dat aan vakmensen zoals wij overlaten. Want we hebben je prijzen voor gewonnen. Dat moet jullie niet willen, dat moeten wij doen. Dat werd steeds escaleerder, dat gesprek, dat kon je je voorstellen. En op een gegeven moment roept hij in totale nood, roept hij, ik doe dit werk al 14 jaar, waarop er een mevrouw terugroept, en ik woon hier al 20 jaar. Dan heb je overigens het soort conflict wat je steeds kreeg tussen beleidsmakers, die best met goede bedoelingen en grote deskundigheid erin gaan, deskundigen erbij, en burgers, die er anders naar kijken. En de vraag is, wat doe je daarmee? Want dat is een ingewikkelde vraag. Dat is een terugkerende spanning die je vindt, willen en kunnen burgers al die dingen wel? Kunnen die wel meedoen aan het vormgeven, het invullen van hun alledaagse leefomgeving? Wat is de rol van professionals en amateurs? Kunnen alleen hoger opgeleiden het misschien, of geldt dat ook anderen? Even een klein testje, we zitten hier met een, weet ik nog, 300-400 man. Hoeveel mensen hier hebben ooit aan inspraak meegedaan, burgerparticipatie? Even hand opsteken. Oké. Okay. Hoeveel mensen vonden dat een bevredigende ervaring? Oké, okay, we hebben er een stuk of 5 die het bevredigend vonden. Mijn record, ik stel hem vaak, mijn record is de Grachtengordel geweest waar ik een perfecte nul scoorde. De geestigste was Amsterdam Zuidoost, Bijlmer, waar ik die vraag stelde. Er waren 60 man die hadden meegedaan aan participatie en er bleef er 1 met zand en bovensteken. Groot gejuich in de zaal, het was de stadsdeelwethouder. Hey, kunnen we het en maken we het aantrekkelijk voor mensen? Wil je meedoen? Is het spannend? Is het iets? Nemen ze je serieus? Nou, dat komt steeds terug. Is dat de reden voor pessimisme? Dat er zo weinig mensen hun hand opsteken en die verhalen van mij? Nee, maar dat is absoluut niet. Want je komt, we deden zeg maar in die 3 projecten die wij deden, hebben 500 man 500 keer het land ingegaan. Of naar gesprekken gevoerd met 1 of meer mensen steeds. En steeds kwam je die wonderlijke combinatie tegen van betrokkenheid en ontzettende inzet. Van mensen die, we gaan er wel voor, hè? Het is onze buurt, we gaan ervoor. Het is als Obama, die heeft gewoon in Nederland in de bijles geweest toen hij daar begon. Het is een volstrekte weekend-houding die hier speelt. Volstrekt weekend van mensen die, nou, de normale mensen zouden toch zijn opgehouden, geen sprake van. Absurd mooie verhalen. Ze kennen het nee niet. In Reduzum, een klein dorp tussen Leeuwarden en Heerenveen.
1100 inwoners, daar waren ze bang dat de school zou verdwijnen, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden. En toen hadden ze gezegd, dan moeten we huizen bijbouwen, dan komen er meer kinderen. Goede redenering. Toen zijn naar de wooncorporatie en gemeente, nee, niet nodig, niet nodig. Zeiden, ja, wij dachten het wel. Zeiden ze. En toen hebben ze het toch gedaan, met wat steun en veel geluk, is het gelukt. Dan hield een pak geld over. En vanaf dat moment ging daar een dorpsvereniging werken, dat was niet normaal meer. Een windmolen, een verdieping op de school, die moest worden afgebroken, een verdieping op de school, een verlicht fietspad naar Grauw, weet ik wat allemaal. Een jachthaven. En dan hadden ze besloten, er moesten weer nieuwe huizen bij komen. Dus ze waren naar de gemeente gegaan en naar de wooncorporatie. Maar dat prachtig, die Friese praten soms wat lijzig. Het was wel mooi, die twee mannen op zaterdagochtend. En die een zei ja. En die zei, dat kan niet. En toen zei Anne, maar dat wisten we al. En dan kwam Obama eraan, dus daar gingen we. Oké, dat wisten we al lang en we gaan lekker door. Die laatste keer waren ze inderdaad het ruimtelijk ordeningsplan al ze zelf getekend. Ze zijn klaar. Is dat leuk? Ja, dat is ontzettend stimulerend. We waren in een prachtig soort voorbeeld, een van onze eerste interviews. We kwamen in een grote stad met een keiharde voetbalclub. Ah, zo eentje, hè? Altijd in het nieuws, de supporters. Voor elftal wat minder. En dan kreeg de voorzitter van de supportersvereniging, die een grote reputatie had opgebouwd, kreeg dan een stok met de burgemeester. Die stuurde hem een brief. En dienen ze beklag in dat de burgemeester, de ME, had te hard opgetreden. Dat is een aantal jaar geleden, 5 jaar geleden, 6 jaar geleden. Taart opgetreden. Nou, die burgemeester kon je uitdagen met een natte vinger, dus die nodigde hem uit. Die hebben elkaar 2 uur lang ernstig toegesproken, zal ik zo maar zeggen, dat is beleefd. Ook volgens andere mensen die erbij waren. En toen hebben ze elkaar een hand gegeven. En zoals de burgemeester zei, besloot hem op te lossen. En vanaf dat moment, de supportersvoorzitter heeft zijn baan opgezegd, is in dienst treden bij een welzijnsstichting, is daar supporterscoördinator geworden. En ze verdomd is niet waar, ze zijn uit het nieuws. Enkele keer komen ze er nog in. Maar meestal positief. Aardig. Dat kan. En steeds vind je die mensen, zoals die supportersvoorzitter, die verbinder wij zijn tussen hun achterban, waar ze bij horen, en burgemeesters of andere autoriteiten. Vaak in die gemeenschappen zelf. Dat is het mooiste. Zoals die supportersvoorzitter zei, het hielp dat ik uit die groep zelf kwam. Soms komen ze van buiten. Hebben ze bijvoorbeeld van buiten is dan dat we een huismeester hebben, Ivan in Schiemond, dat is mijn wijkje in Rotterdam. 80 nationaliteiten op 2200 inwoners, Vogelaarwijk. Heel mooi gelegen, maar een ramp van planning geweest. Ivan zit daar, de wijkagent Dirk, 14 jaar daar. Dirk is, ik heb nooit ontmoet Dirk, dat is gek, want Dirk is super hoog aangeschreven. Dirk doet altijd het goede als hij er komt, zeggen ze daar. Daar zit de schooldirecteur Henk. En die dragen, die trekken dat wijkje, klein wijkje, dat kan wat vlugger, die trekken dat aan de broekriem naar boven met elkaar. Want het zijn verbinders met die grotere wereld. Zij kunnen een brief schrijven. Ze zijn niet bang voor de gemeente. Ze hebben een directeur van een wooncorporatie die ze dekt en een districtchef die ze dekt. Die zegt, Dirk schrijft wat minder bonnen, dan moeten de anderen maar wat meer bonnen schrijven. Want Dirk doet sociaal werk daar. Die zorgt ervoor dat die allochtone moeders die totaal ontheemd zijn, daar meegenomen worden naar het schooltje, zodat ze zich thuis gaan voelen. Albertje Nienhuis, de koningin van de Drentse dorpen, die welzijnswerk doet in hele kleine dorpen, dat wil je niet weten. Dat noemen ze de koningin van de Drentse dorpen, ze vindt het zelf gênant. De leraren van mijn Vader Rijn College, wat jullie zagen daar. Het Vader Rijn College ben ik mee op schoolreis geweest. 44 zwart, 1 witte leerling, 7 leraren en ik, wie hoort er niet bij? In de Watergraafsmeer, daar vertelde ik dat verhaal van die mevrouw die de kop trok. Ik zat aan die tafel en toen zegt haar echtgenoot, die zit erbij en die zegt na 3 minuten, het was wel goed dat hier een paar academisch gevormden wonen in de wijk. Ik zeg, zo, hij zegt, nou, als Corrie zei, we moeten zo en zo een brief hebben, dan was er altijd iemand die brief kon schrijven. Maar Corrie zei wat de brief moest zijn, zij schreven hem. En dan heb je een gespikkelde buurt, noemden wij dat. Daar zitten mensen in die brug kunnen maken tussen gemeenschappen. Tussen een voetbalclub, supporters en een gemeente. Tussen, ja, heb je ze? En als die mensen er niet zijn, die verbinders, dan zit je in de nest. Dan isoleert zo'n groep zich, dan wordt het we tegen ze. En dan wordt het keihard, keihard geïsoleerd. Daar kom je niet meer uit. En dat is de kunst. Kan ik die verbinders in stelling brengen? Je moet ook meeliften, leerden we, op bestaande netwerken. Dat doe je met de E-kant, met ICT. Dan moet je altijd de bestaande websites, niet nieuwe oprichten, maar bestaande. Dat hadden we al vlug, dat stond in het boek al. Maar je leerde het ook, toen kreeg je bijles in Volendam.
van de enige echte Sinterklaas van Nederland. 40 jaar Sinterklaas in Volendam, nou, dat is zo oud als de echte Klaas is dat. Hij is ook nog in zijn vrije tijd directeur van een zorginstelling voor senioren. En die gaf ons bijles hoe dat gaat. Die legde uit in een gemeenschap van 22.000 man als Volendam. Daar moet je hele korte lijnen zijn er. En die kan elkaar heel snel bereiken. En mensen zijn ook super direct. Ze kennen elkaar, ze spreken elkaar zeer direct aan. Dat betekent niet zoveel, maar het is wel anders. Je moet het wel begrijpen. En hij zegt, weet je, je mag je best uit de pas lopen. Je mag je kampioen zijn, je mag willen uitblinken. Je mag gekke dingen doen. Als je maar respect hebt voor de waarden en normen van het collectief. Dan moet je wel respect voor hebben. Wie dat niet doet, die valt af. En je moet weten, dat geldt zeker voor de wat hogeren geplaatst in rang. Hij zegt, zoals ik van die zorginstelling. Of zoals de burgemeester, of zoals een wethouder. Of zoals Jan Smit, of zoals een belangrijke voetballer. Die moeten hun plaats weten. Die moeten weten welke afstand ze bewaren. Kijk, hij zegt, het is helemaal geen probleem dat hier de jongste bediende met de directeur samen op vakantie gaat naar Spanje of naar het Gardameer. Ze gaan allemaal naar dezelfde plaats in Volendam, per straat. Dat is helemaal kwaadig. Ja, dat weet je niet, maar dat leer je dan als je naartoe gaat. Hè? In Blaanes heb je een heel strand met Volendammers. Zonder kostuum neem ik aan. En hij zegt, het is geen probleem dat ze daar samen op vakantie gaan, want er is maar heel weinig afstand. Dat komt, de vrouw van de jongste werknemer en de vrouw van de directeur zijn waarschijnlijk nichtjes. Of ze hebben in dezelfde straat gewoond. En die afstand die mag dus niet tellen. Maar je moet wel weten welke afstand gepast is. Daar moet je antennes voor hebben. Want anders ga je een keer naar de kelder. Dan ga je een keer naar de kelder, zegt hij. En dat moet je weten, dat is heel moeilijk. En overal waar we kwamen was dat hetzelfde verhaal. We praten met de NS-conducteurs. Rondje rond de kerk, 8 jaar geleden. Totale afstand, gedonden met de baas en zo. Stuk verbeterd, hè? Klanttevredenheid van 33% opgelopen naar 80%. En wij maar zeuren in de Tweede Kamer. Dat er een wissel niet goed ligt. Dus moet eens een keertje. Oké. Nou, en die zegt uit, die NS-conducteur, weet je, bij ons in dit bedrijf zijn overal korte lijnen. Alleen niet iedereen weet waar ze lopen en niet iedereen kan ze bereiken. Oud-vakbondsmensen, oud-ondernemingsraadmensen, die kunnen dat, maar de rest weet dat niet. Maar die moeten dus die lijnen vormen naar die bazen en dan kan het. En dat kreeg je precies hetzelfde terug als je op andere plaatsen kwam. Je moet mensen, die kunnen, weten de weg vaak niet en dan worden ze ontmoedigd. We praten met ontzettend dappere mevrouw, daar hadden we diep respect voor. Jasper en ik waren, dat is ook even mijn WRR-teamgenoot. Dat is een mevrouw, die is de trekster van Meta Kids. Dat is het. Belangenorganisatie voor kinderen met een heel zeldzame stofwisselingsziekte. En dat is een dodelijke ziekte, zeg. En zij kreeg in de gaten dat haar kinderen iets hadden. En ze zegt, weet je hoe moeilijk het was door het cordon sanitair, dat noemen ze letterlijk zo, heen te breken waar die specialisten mee omgeven zijn. Je komt er niet door. En dat is heel erg, zegt ze, want je weet dat je kind wat heeft. En uiteindelijk was ze via de achterdeur gegaan. En zij zei dat, als ik dat niet gedaan had, had ik mijn kind misschien niet meer gehad. En toen zegt ze erachteraan, ik vind het niks. Want dan is het altijd degene met de grootste mond die wint. En dat is ook in ons land. Dat gebeurde ook in de voorstandsbuurten toen we het buurtonderzoek deden. Als je in de voorstandsbuurt komt, dan is het altijd de directe weg. De mensen gaan direct naar de burgemeester of naar de wethouder. Er staan alle andere systemen over. Zoals je allemaal zelf ook naar een ziekenhuis probeert te gaan met overstaan van de huisarts. Alleen als je de weg weet. En dat is wel ernstig. Dat is steeds het probleem. Leonard Boy zei dat. Ik kwam in de trein tegen Leonard Boy en ik. En we reden naar Amsterdam. En hij zegt, weet je, de gemiddelde burger is kansloos. En dat is heel erg fout. Jij en ik, wij weten de weg wel. Wij weten waar, als je die niet kent, en je hebt geen vrienden op die andere plaats, dan kom je er niet, zegt hij. En dat is hartstikke fout. Dan word je als een maloot afgeserveerd. Ik zeg, god, dat is wel interessant. En toen heeft hij ons gestuurd naar de Jordaan, naar de Noordermarkt, u bekend, prachtig mooi. En daar heb je cafés. En in die cafés, de gemeente had iets bedacht, dat was fantastisch. Je moest buiten sigaretten roken en binnen bier drinken. Want als je buiten bier dronk, dan maak je te veel lawaai. En buiten sigaretten, dat maak je geen lawaai mee, maar buiten sigaretten binnen bier. Dus die mensen staan, denk ik, hebben zo gestaan, dat werkt niet helemaal. Bovendien moesten ze met een man of 20 zo staan in die deuropening. En ze stonden dus wel eens een keer met dat bier buiten. En toen waren ze zo ver gegaan, ze waren vanuit gesloten auto's foto's gemaakt, ambtenaar van de overtreders. En als je nou 5 keer overtreding had, dan werd de zaak gesloten. En dan waren er 5 kroegen en een ijssalon die stond op 3-4. En toen waren de stamgasten in actie gekomen.
En die hadden ordinaire ouderwetse flyers gecombineerd met een sms-bom. SMS-bom, dat ga je dus alles wat jouw apparaat zit, stuurt door. En ze hadden dus in 24 uur, hadden ze volgens de Telegraaf 8000 en volgens henzelf en de politie 4000 man op straat ten koste van Heineken aan het bier drinken. En toen had de burgemeester had een eenvoudige vraag met een man met de lange lat erin of laten lopen. Dat wordt laten lopen, want anders was er verder geen reclame nodig voor het wel gastvrij Amsterdam. Dus die regel was verbroken. Is dat leuk? Ja, dat is leuk. Is dat leuk voor de mensen die last van het geluid hadden? Absoluut niet. Dus het heeft niks met democratie te maken. Maar wel waar je mee te maken gaat krijgen van hoe burgers dan hun gelijk gaan halen. En dat gebeurt ook. Dat kan ook anders. Vorige week nog hadden wij 13 lokalo's bij elkaar. De lokalo's zijn de lokale partijen. De grootste partij van Nederland. De gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 25%. Wist u niet, hè? De enige winnaar van de laatste 10 jaar. Er staat er in de krant altijd wat de Partij van de Arbeid, de CDA, VVD gedaan heeft. De enige winnaar 10 jaar achter elkaar is de lokale partij. Maar die zijn geen partij. En toen was er een van die mensen die zei, wat is nou het geheim? Hij zegt, nou weet je, het kan anders, zei hij. Ik wil liever de politieke liefde dan de politieke seks, zei hij. Liever de politieke liefde. Nou, hij vond dat wel mooi opgeschreven. Wat bedoel je nou? Hij zegt, nou weet je, na de verkiezingen kom je in een luchtballon terecht. En die luchtballon stijgt op en dan zitten andere mensen ook in luchtballonnen en die stijgen allemaal op. En dan heb je allemaal gevechten daarboven, haal je successen, een soort one night stands, instant bevrediging. Want je doet politiek in die hoge luchtballon. En dan kijk je een keer naar beneden. Die mensen zijn wel ver weggekomen en we zijn ook wel een end afgedreven. Hij zegt, je moet eigenlijk liefde hebben en niet die instant bevrediging. En toen vroegen, wat is het, hoe krijg je de liefde dan? En toen zegt een ander, dan moet je de 4K's hebben. 4K's, oké, dat ben gek op dat soort kreten. Kerk, kantine, kapper en kroeg, moet je onthouden. En dat zijn de plaatsen waar de mensen normaal komen en waar je ze kan vinden. En wat doen die lokalo's? Die gaan naar de plaatsen waar mensen normaal komen. En dan gaan ze normaal met die mensen praten. En die mensen denken, verrek, die politici zijn normaal, zal toch niet waar zijn? En dan kan je wat lopen. Het is altijd de hand vasthouden, lokaal. En dat kan je ook in toenemende mate via de sociale media. Drachten doet dat bijvoorbeeld, dat is ook geen wereldstad, maar die doen knap werk op dat gebied. En dan kan je jonge, drukke mensen ook mee laten. Die willen wel, maar dan moet je hun kanaal kiezen, niet jouw kanaal. We leerden ook andere lessen, er waren prachtige lessen bij, recepten die mensen die weg vooruit wezen. Gerard van Miltenburg, herinnert u zich nog? De oude rector vroeger van het Terra College in Rijswijk, weet u wel? Die prachtig werk deed toen die leraar doodgeschoten was. En die legde uit, die gasten van mij, die leerlingen, die wonen in 3 werelden. Dat doen we allemaal thuis, op die leeftijd, hè? Thuis, school. En alles wat niet thuis en niet school is, wij noemen dat de derde ruimte. Er zit niet alleen de buurt, er zegt ze vlucht de buurt, maar er zit ook internet en baantjes en voetbalclubs zit er allemaal in. Dus 3 ruimtes. En voor normale jongeren, die goed opgroeien in een normaal gezin, daar zitten die 3 werelden, hebben een overlap. De ouders weten wel wat van die school, die weten wat van die clubs en die clubs weten wat van de school. Alles kent elkaar, die werelden zijn een overlap. Maar in deze groepen zijn die werelden uit elkaar gegroeid. Die ouders kennen die school niet, die school kent die ouders niet, die clubs die zijn er niet, het loopt allemaal mis. En het is dus heel makkelijk voor die leerlingen tussen de kieren van die werelden te verdwijnen. Dan raken ze zoek. En voordat je ze vindt, zitten ze verkeerd. En dus wat moet die school doen, zei hij? Die moet die kieren dichten. Maar dat is een nieuwe taak voor die school. Dat is een veel bredere school dan die oude school. We waren andere leraren, zeiden. Uitval, schooluitval, vindt altijd plaats, het grootste deel, bij de overgang van VMBO naar MBO. Dus zei ze, als je nou eens niet die overgang had. We gingen dus een verlengd VMBO noemen, 6 jaar. En dat is een witte bordenprobleem. Wij gemaakt, want wij hebben dat die VMBO en MBO ontworpen. Als je dat dus niet zou doen, dan zouden ze niet zo uitvallen. Want dan kan ik de structuur vasthouden. Dan kan ik ze, als ik ze in een spoor heb, kan ik ze in het spoor houden. Dat is moeilijk hoor. Want al die afdelingen, al die geldstromen zijn gemaakt in die gescheiden dingen. Hebben wij bedacht, de witte borden. Zei ze, als je het anders deed. Knap over van Maria van Bijsterveld dat ze dat wel oppikte. We waren bij ome Jan. Ome Jan heeft een boksschool op Hoogvliet. Dat is bij Rotterdam, bij de rook van Pernis. En ome Jan doet met zijn zoon John dat. En die hebben de moeilijkste jongens van Rotterdam. De trajecten waar niemand meer weet van de reclassering, waar ze moeten blijven gaan, ome Jan. En ome Jan, dat is een mooie sensationele ervaring als je naartoe gaat. Ome Jan die leg je dan uit. Weet je, als die gasten 22 zijn en ze zijn nog niet ontspoord, je hebt ze in het spoor weten te houden. Hè? Als je mensen kunnen ontsporen, kunnen ze ook sporen. Dus als je ze in het spoor hebt weten te houden, door ze voortdurend te corrigeren, voortdurend in het spoor te houden. Als je ze in het spoor kan houden en ze zijn 22, dan komen de 3 W's in de buurt.
Nou, dan zei ik, ik ben gek. Ik zeg 3 wees. Hij zei, ja, Wijfwerk wonen. Als Wijfwerk wonen in de buurt komt, dan blijven ze wel in het spoor. Want dan wordt het zonde om die investering te plegen om nog uit het spoor te lopen. En dan blijven ze er wel in. En dan komt het wel weer goed. En hij zit dat uit te leggen. En dan komen ze met die kinderwagen langs. Zegt hij, leuk joh, oom Jan, moet je eens kijken, die kleine. Hij is 26. En hij zegt, ineens wordt betrekt hij. Wat is dat? Hij zegt, geef wel een grote verantwoordelijkheid. Want als ik nou vanavond tegen ze zeg, de hens moet erin, is morgen Hoogvliet afgefakkeld. Dan ik denk, dat klinkt wel stug. Bij andere mensen zeggen, absoluut. Want oom Jan is de enige die ze vertrouwen. Oom Jan heeft hen rugdekking gegeven. Dus als oom Jan zegt, dat doen we, doen ze. Terwijl ze weten dat het fout is. En dat geeft een hele speciale verantwoordelijkheid. En dat is keer op keer hetzelfde verhaal. Op het moment dat jij verantwoordelijkheid neemt, word je meer verantwoordelijk voor dingen waar je eigenlijk niet verantwoordelijk voor was. Het is veel makkelijker niet verantwoordelijk te zijn, want dan kunnen ze je nooit euvel duiden. Heb jij het niet fout gedaan? Dus het vraagt enorm veel om die verantwoordelijkheid te nemen. En toch is dat de vraag van zo'n samenleving waar wij in zitten. Wie durft de verantwoordelijkheid te nemen? Wie kan die verantwoordelijkheid nemen? We mochten bij die grootmeesters les nemen. Er zijn echte grootmeesters bij. En dat ging, die zeggen steeds weer, je moet mensen op je netvlies hebben. Mensen, mensen, mensen. Het gaat altijd om mensen. Als je mensen op je netvlies hebt, kan je meedenken. Kan je problemen oplossen. Zoals, neem een voorbeeld. We waren bij Hans Spekman. Die was wethouder, is nu Tweede Kamerlid van Partij van Arbeid. Hans Spekman was wethouder in Utrecht. Dat is zo'n man, die geeft een hand en dan ben je benieuwd hoe je hand terugkomt. Hele stevige handen. Die kijk je echt zo naar God. Hij zit er nog op. En zeggen, Hans, wat is nou het geheim? Want hij had Hans Spekman, heeft, dat is echt heel knap, 8 hostels voor zwaar verslaafden geplaatst in Utrecht, zonder inspraak en zonder beroep. Dat laatste is nog echt knapper. Dat is nooit gelukt, iets zonder beroep te doen in Nederland, als je zoiets doet. Behalve bij Hans Spekman. En zegt, wat is nou het geheim, joh? Hij zegt, je moet het paaltje kennen. Pardon? Je moet het paaltje kennen, zegt hij. Het paaltje? Ja, zegt hij, we hebben hier, ja, dat, sorry, dat moest hij uitleggen. Er is hier een prostitutiezone, zit in Utrecht-Noord, dat is een kanaal. En dan rijden dus die auto's op en neer langs dat kanaal. En die zitten allemaal naar die woonboten te kijken. Maar die mensen die daar wonen hebben niet zoveel last van die prostituees. Dat vinden ze verder best. Maar die auto's met de gatoeter de hele godganse nacht, die daar niet langs elkaar heen konden. Dus die zeiden, als je nou een paaltje plaatst daar, dan kunnen ze maar één kant langs. En dan circuleert het verkeer veel beter. Dat was een keer op keer besproken. En dan komt die Spekman, nieuwe wethouder, die zegt, willen jullie meewerken in hostel plaatsen? Echt niet, zeggen ze. Echt niet, waarom? Nou, je bent van de gemeente, je hebt nooit een afspraak gehouden. Hij zegt, als ik nou niet terugkom, voordat het paaltje staat, praat u dan nog eerst zien, dan geloof ik. Dus hij zegt, moeite, politie, brand, het paaltje stond eruit. Hij gaat terug, hij zegt, het paaltje staat, hij zegt, zet het ding neer, zeggen ze. Als je het paaltje kent en je doet iets voor die omgeving wat voor hen echt belangrijk is, dan gaan ze meewerken. Maar dan moet je wel het paaltje kennen. En dat betekent dat je die mensen op je netvlies moet hebben. Mensen op je netvlies, anders kent het paaltje niet. En dat komt steeds terug. Anderen zeggen, ruimte, ruimte, ruimte. Het was een geweldige een voortrekker van buurtwerk in Amersfoort. Ruimte, ruimte, ruimte. En dan groeit het vertrouwen in de burger en dan groeit het vertrouwen in de overheid. Van beide kanten gaat vertrouwen om. Je krijgt ruimte, ze vertrouwen je. Ze geven jou de ruimte. Daar gaat het om. Anderen zeggen, vertrouw me en corrigeer zo nodig na afloop. Als het fout gegaan is, corrigeer me dan maar. Maar niet dat je alles controleert en dat ik dus steeds moet wachten en niet het initiatief mag nemen. Probeer ook niet het onbeheersbare te beheersen. Laat die lui een stukje. Dat ruimte voedt ook het wederzijds vertrouwen. We hebben Jean-Paul de Jong. Jean-Paul de Jong is de Bikkel van FC Utrecht, was dat. En of u zich herinnert, Jean-Paul de Jong had de meeste gele kaarten van Nederland. Hij is gepasseerd door pothuizen van NEC recent. Maar dat vonden wij in Utrecht, dat hij had een paar luxe gele kaarten gekregen. Dat telt niet mee. Jean-Paul die zegt, die doet maatschappelijk werk, dat wil je niet weten. Die zegt, dat ik ben een rolmodel. Die gasten die herkennen mij, want ik ben een van hen geweest. En ik was een Bikkel en ik heb het gehaald door vreselijk goed te voetballen. Vreselijk mijn best te doen. En hij zegt, je moet wel eerst hun vertrouwen winnen. Als je hun vertrouwen wint, dan gaan ze met je mee. Dan doen ze met je mee. In Hoogeveen, geweldige gemeente qua burgerwerk, werken ze met de korte klap, vertelden ze. De korte klap, kijk, als je ergens komt, dan zitten die mensen aan te kijken, overheid, echt niet. En dan moet je eerst een korte klap geven. Een korte klap is dat je iets doet voor hen, wat voor hun belangrijk is. Zoals wat zeggen we, wat in het dorp Elim, dat was een van die mensen, dat was de wijkmanager, de buurtmanager van het dorp Elim, 1100 inwoners. Hij zegt defibrillatoren bijvoorbeeld. Die mensen wonen te ver van het ziekenhuis. En als je nou een hartprobleem krijgt, ga je dood.
En dus moet je defibrillatoren plaatsen. En dat snappen ze, dat is voor hen. We hebben er nou 28 in Hogeveen. Er zijn 300 man op cursus geweest, dat is nooit weg, gezamenlijk. En als je nou een tijdje zulke dingen, dat kost je helemaal niet veel, maar als je een tijdje, dan snijden ze, wacht even, dat is voor ons. En dan zeg je, we moeten nog wel een dorpsvisie maken in Elim. En dan zeg je, dan moet je mij niet hebben, maar die en die. Ik zal hem wel vertellen dat hij mee moet doen. En dan begint de bal te rollen. Dan beginnen de overheid en burgers dingen samen te doen. Het gebeurt ook overigens als je gaat naar op andere plaatsen. Je moet mensen vragen, bijna aanwijzen, doe mee. Want ze doen het niet vanzelf. Dus je moet het makkelijk voor ze maken. Laag instap bij mij in Hitsum, het centrum van Friesland, waar mijn familie origineel vandaan komt. 240 inwoners, 80-90 vrijwilligers bij een kaatspartij worden zo aangewezen. Elk jaar. En doen we. Dat is bij ons in het dorp. In de drukke juppen in Amsterdam, die wilden de stad spelen. Drie jonge mensen, 25, 26 jaar, die wilden de stad spelen organiseren. Buurtwedstrijden voor jeugd. Is groot geworden. En dat hebben ze 3 jaar gedaan en hun vrienden wilden niet meedoen. Want die zeiden, ja, dat is allemaal niks, een beetje cynisch en dat gedoe en dat is, ik heb de druk en zo. Maar dan zeiden ze, weet je wat je moest doen? Dan zei tegen een van die vrienden, zei, joh, jij doet toch aan koken? We hebben nog een gaarkeuken nog, kun jij dat even kijken? Ach, koken, daar weet ik wel wat van. En als je ze eenmaal had, dan had je ze. De instap was laag. En dan gingen ze mee, georganiseerden ze allemaal mee. Mensen willen wel meedoen, maar je moet ze wel vragen. We gingen naar... Dat kregen we bijles, was ontzettend leuk, van Joop Albeda. Joop Albeda is de volleybalcoach, die gouden medaille won aan de Olympische Spelen van Atlanta, herinner zich. En die zegt, joh, ik zeg, hoe maak je nou een team? Hij zei, dat is eigenlijk vrij simpel. Je moet altijd zorgen dat je 2 dingen hebt. Je moet een uitdaging hebben en de toerusting voor die uitdaging. Ze moeten het kunnen, ook de middelen hebben daarvoor. En als die dingen dan met elkaar in balans zijn, dan gaat het goed. Maar meestal zijn ze niet in balans. Vaak is die uitdaging te groot voor de toerusting en zijn de mensen overvraagd. Ze zeggen, kunnen we niet? Of hun toerusting is te groot voor de uitdaging en dan vervelen ze zich. Zeggen, ben je gek, laat me zitten joh, dat is helemaal niks aan. Die mensen haken af. Dus de kunst is ze in dat spoor te krijgen dat toerusting een uitdaging groot. En dan begin je met een lage instap hier en dan allengs voet je zo op. En hij zegt, eigenlijk hadden wij 4 jaar nodig om die volleyballers zo ver te krijgen dat ze geloofden, via dat lijntje, dat ze in die finale van de Olympische Spelen, ik citeer het letterlijk, 12 oerledelijke Italianen konden verslaan. Dat moesten ze 4 jaar moest je ze erin opfokken, opvoeden, dat ze geloofden dat ze het konden. En dat is het probleem van burgers betrekken. Je moet lang die mensen meenemen dat ze gaan geloven. Verrek, ik kan dat, dat is eigenlijk wel leuk, dat is niks bijzonders aan, dat kunnen we. En dan gaan mensen meedoen. De allerbelangrijkste rol daarbij is die van de rugdekker. En de eerste volger, de eerste volgeling. Dat is klinkt heel mal, maar de oprichter van Greenwich, dat is een heel bijzonder initiatief, een burgerinitiatief, die zegt 1 ding zijn hartstikke kwetsbaar. Mensen die, totdat iemand zegt dat is een goed idee, wat kan ik voor je doen, totdat iemand zegt, totdat anderen gaan meedansen, gaan meebewegen. Als je in je eentje op een dansvloer staat, je zit gek te doen, dan denk je, oh mijn god, als de tweede erbij gaat staan, dan wordt het een feest. Want er staat binnen de kortste keer iedereen. De tweede is belangrijk. De eerste die gaat wel staan bij de tweede. Totdat iemand achter je blijft staan als het helemaal hartstikke fout gaat. En die zegt, wacht even, als het fout gaat heb ik het gedaan, als het goed gaat heb jij het gedaan. En dan gaat zo'n bal rollen. En dan wordt het leuk. Die mevrouw van Greenwich die zei het eigenlijk heel mooi. Mensen staan, ze zegt, weet je, ik heb het meegemaakt dat mensen staan te janken van er is iemand die me echt serieus neemt. En dat is het trefwoord dat we steeds vinden, het serieus nemen. Hebt u die andere voorbeelden gehoord? Als je niet serieus genomen wordt, dan zeg je, malle appie, ik ga een beetje meedoen, ze nemen me toch niet serieus. Je moet serieus genomen worden. Dat is het toverwoord wat wij steeds terugkrijgen in vertrouwen in de buurt, in de school en in de burger. Nou, wanneer mensen in zichzelf geloven, wanneer bestuurders in hen geloven, dan kan er ontzettend veel in het land omheen land. En dat was voor ons een fantastisch voorrecht, nog steeds trouwens, om naar al die hele positieve mensen te luisteren en te horen en te denken, verrek, dit kan, dit is in Nederland mogelijk. Ik wou het afsluiten, eigenlijk dit verhaal, met iets wat voor mij echt een gek, merkwaardig, ontroerend verhaal is geweest. Steeds weer. Ik was op een basisschool in Rotterdam, een van de moeilijkste voor Rotterdam, in de Bloemhof school. En daar vertelde de directeur, Wim Pak, die vertelde een machtig mooi verhaal. Hij zegt, toen ik hier kwam, toen verbaasden wij ons over met de staf, die allochtone kinderen, dat is allemaal Marokkaans en Turks daar. En hij zegt, die allochtone kinderen van mij, die verwonderen zich niet.
En als je je niet verwondert, kan je niet leren. Je moet dus vragen stellen en durven vragen. Hè? Dat verrekte vervelende een kleine keer, waarom is dat? Nou, dat moet je hebben. En dat doen ze niet. En toen hadden ze gedacht, als we nou eens een kunstenaars vroegen ons te helpen. Als je door de ogen van kunstenaars kon kijken, dan zou je andere wereld zien. En misschien ga je dan wel vragen stellen. En dan wordt het misschien wel heel mooi in die wereld. Want dan zie je allemaal dingen die je nog nooit gezien had. Nou, ze hadden een prijsvraag al eens ingeschreven. Ik bleek, toen ik er was, wist ik het weer. Ik was juryvoorzitter geweest, een aantal jaar ervoor. Ze hadden gewonnen en ze hadden dus een kunstenares ingeschakeld. Toen vertelde hij het verhaal. En dan zal ik zo meteen het videootje laten zien van een klein meisje van 10 jaar, groep 6. Groep 6, dat jaar, was heel bijzonder. Het videootje heeft dus een aantal verhaaltjes die zij vertelt over bomen en vogeltjes en boommannetjes. En dan zie je die verwondering. Maar je moet naar het vierde of vijfde verhaaltje kijken. Het is 2 minuten, het videootje. Het vierde of vijfde verhaaltje heet Voor de juf. De juf is juf Mary. Juf Mary was de zeer geliefde lerares van groep 6. En dat is heel belangrijk in die groep, want dat is de structuur. Dat is iemand die wel van ze houdt, als ik het zo mag zeggen. Weet je wel, niemand houdt van ze. Nou, hier is iemand die van ze houdt. Dus die klas was stapelgek met juf Mary en juf Mary met die kinderen. En vlak voor de kerst gaat juf Mary dood. In één keer. Paniek in de klas, paniek in de school. Nou, 3 maanden erover werkte, zei de leraar met elkaar, het is moeilijk, maar we moeten toch weer normaal les gaan geven. Oké. Okay. Vlak voor de zomer komt ineens de klas bij Wim Pak. En hij zegt, meester, we willen graag een plaats om aan juf Mary te denken. God jongens, wat is dat leuk dat jullie dat bedacht hebben, zegt hij. En wat voor een plaats moest dat zijn, dat weten we niet. Nou, een tijdje later komen ze terug. Meester, we hebben erover nagedacht, we dachten misschien wel een boom. Wat een leuk idee, wat voor een soort boom. Ze hebben niet veel bomen op Zuid- en Rotterdam, dus dat wisten ze niet. Hij zegt, het is bijna zomervakantie. Na de vakantie gaan we een bomenproject doen en dan weten jullie vast en zeker aan het eind welke boom je wilt hebben. Bomenproject gaan, ze komen terug, zeggen, meester, we weten het. Een Japanse kers, want die is zo mooi vrolijk. Ze zegt, wat een ontzettend leuk idee. Er staat een klein meisje, het meisje van het videootje, die zegt, ik dacht het niet. Nou, kleine meisjes van 10 horen dat niet te zeggen in een Marokkaanse klas. En ze zegt tegen het meisje, zegt hij, wat dacht jij dan? Ze zegt, ik dacht misschien wel een appelboom. Een appelboom, waarom dan? Ze zegt, nou, een appelboom is in het voorjaar helemaal roze. Heeft een roze gloed, heeft juf Mary ook. Hij zei, dat klopt, dat is een hele warme gloed had juf Mary gehad. En in het najaar krijgt hij appels en dat waren wij voor juf Mary. De hele klas zegt, dat is geweldig, dat vinden wij ook, dat is een veel beter idee. Nou, dat is dus misgegaan, want een appelboom die pikt alle infecties op. Dus ze hadden besloten, het moest een perenboom worden. En hij had gezegd tegen die klas, nou dat is goed, want juf Mary vond jullie allemaal toffe peren. De klas is zo. Dat is ook misgegaan, want de perenboom heeft de helft, heeft de ene helft de bloem en de andere niet. Dus ze hebben de verkeerde, daar hebben ze het bordje bij gezet, maar die andere staat er vlak naast en die kinderen vonden het prima. En toen heeft die videokunstenares een filmpje gemaakt met dat meisje. Dus eerst zien jullie de beelden van de andere dingen die ze maakte, zie je die verwondering, daar ging het om. En dan zie je die beelden voor de juf, en daar moet je even goed naar kijken. Want dat beeld, dat is voor mij nog steeds, je ziet dan dat op de grond is een hart getekend. Goed kijken straks, voor de juf zit een hart getekend, en daar groeit een boom in, en daar komen appels aan. En een aantal van die appels groeit uit naar hartjes. En één hartje groeit uit naar een groot hart, en daar staat Mary in. En dat is voor mij nog altijd het beeld van de warmte die in Nederland gloeit. Die mensen aan elkaar overdragen in onze samenleving. En eigenlijk is het onze taak, en dat is hartstikke fijn dat je eraan mee kan werken, om dat vuur te voeden in zo'n land als Nederland. Zodat het nog een mooier land wordt. Zodat je denkt, als wij het overdragen aan die kleine witte en zwarte mensjes in ons land, dat het dan nog beter land is. Dan heb je het goed gedaan. En dat is de spannende uitdaging. Grote mensen, de juf Mary's van onze samenleving, die gaan niet dood. Die trekken een spoor van warmte. Dat beeld moet jullie zo meteen zien. Thank you.
Dank jullie wel. We gaan er een mooi land van maken.